Zoek de zon met Caballero. Ai, 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 die Caballero. In de Eredivisie komt Heracles ook een oude bekende tegen. Sportclub Enschede. Op zondag 21 oktober 1962 staat aan de Bornsestraat de eerste derby op het programma. Meer dan 20.000 toeschouwers zien een spannende, maar ook harde wedstrijd. Benny Barterink en Herbert Vinken zetten Heracles op een 2-0 voorsprong. Via Joop Jansen komt Sportclub terug tot 2-1. Wat zeggen Theo en Fransje? Wat zeggen Johnny en Jan? Na rust zorgt Bert Teunissen voor 3-1. De overwinning lijkt zeker, maar als Helmoet Raan met een effectvol schot Jan van de Wind verrast, krijgt Heracles het nog heel moeilijk. Uiteindelijk houdt de ploeg stand. 3-2. In het seizoen 1964-1965 schiet Heracles furieus uit de startblokken. In Amsterdam wordt Ajax met 4-1 afgedroogd. Issy Greving scoort 3 keer. Ook PSV moet er in eigen huis aan geloven. Na 9 wedstrijden gaat Heracles ongeslagen aan kop van de Eredivisie. Henny van Nee voert de topscorerlijst aan en wordt door bondscoach Dennis Neville opgeroepen voor Oranje. Maar dan komt op zondag 8 november Feyenoord op bezoek. De tribunes aan de Bornsestraat kraken onder de last van 25.000 toeschouwers. Vooral linksbuiten Koen Moulijn is een ware plaaggeest voor de Almeloze defensie. Na 20 minuten staat het al 0-2. Uiteindelijk wordt het 1-4. Heracles staat weer met beide benen op de grond, maar zakt in het verdere verloop van de competitie ver weg. Financieel en organisatorisch is het een chaos. Sportief leidt Heracles een anoniem bestaan. Maar op 28 december 1974 doet de club plotseling van zich spreken met een spectaculaire overwinning in de beker op Europees en wereldkampioen Ajax. In 1984 staat Heracles voor de zoveelste keer aan de rand van de afgrond. Er worden allerlei acties op touw gezet om de club overeind te houden. Maar te midden van al deze malaise presteert het elftal op het veld het bijna onmogelijke. Met spelers als Henry Kruusen, Jan van Sta en Ab Gritter strijdt Heracles mee om het kampioenschap. Op zondag 2 juni 1985 gaan er 3.500 supporters mee naar de laatste wedstrijd in Roosendaal tegen RBC. Ruud Schepers, Rudy Metz en John ter Mors schieten Heracles naar het kampioenschap. Het is geschied, het wonder van Almelo. De terugkeer van de fans is een ware zegentocht. Supporters staan bovenop bussen te zwaaien met vlaggen als deze Almelo binnenrijden.
Almelo staat op zijn kop. Heracles keert terug in de eredivisie.